Afgelopen zaterdag vocht Hisham Tayebi op het It's Showtime kickboxgala in Leeuwarden. It's Showtime is het grootste kickboxevenement van Nederland en wordt live uitgezonden in 164 landen. We volgden de Groninger kickboksen op zijn wedstrijddag. Hisham Tayebi, 22 jaar, ik kom uit Groningen. Vandaag vecht ik op het Showtime Gala hier in Leeuwarden tegen Marijn de Lange. Kilo. Ik ben begonnen met kickboksen toen ik ongeveer 15, 16 jaar was. Ik was altijd al een beetje een vechtertje, altijd op school en zo. Toen ik 8 jaar was, begon ik ongeveer met karate. Na een tijdje zag ik gewoon in dat karate mij niks kon brengen in deze, gewoon in het sport en in mijn toekomst en carrière. Ben ik ongeveer mijn 15e, 16e overgestapt naar het kickboksen. Ja, het trainen en het vechten en ik krijg gewoon een kick van en ik word er rustig van. Kickboksen betekent heel veel voor mij. Ik hoop er mijn carrière van te maken. Ik heb nu 16 wedstrijden gevochten, waarvan 4 verloren, 1 onbeslist en de rest allemaal gewonnen. Hisham is wel weer dicht bij de A, dus als hij zo'n beetje doortraint, doorknalt, dan wordt hij een leuke aanvechter. We gaan straks proberen wat meer naar het zwaargewicht te krijgen. Dus kijken hoe hij zich daarin gaat doen. Marijn die heeft er natuurlijk zich ook goed voorbereid. Maar het belooft wel een knalpartij te zijn, absoluut. Marijn is ook niet een jongen die je moet onderschatten. Maar goed, dat geldt voor Hisham in dito hetzelfde. Goed, wij gaan door met de tweede partij van deze pre-program. En de eerste vechter voor deze tweede partij in de 82,5 kilogram klasse zal hier naar de ring toe komen. Vechtend uit de blauwe hoek, dames en heren, de heer Hisham Tayebi. Het gaat natuurlijk niet altijd zoals je wilt. Toen de tweede en derde ronde dat ik mijn longen echt voelde branden. Omdat ik gaf mijn eerste ronde gaf ik ook meer.
Dan, ja, ik voelde ook een beetje dat, dat de partij al voor mij was na die eerste ronde. Dat is natuurlijk geen goede intentie om de wedstrijd voor te zetten. De tweede en derde ronde ging het, wat, ja, ging het minder. Ja, en ja, hopen dat het volgende keer gewoon, gewoon beter gaat. En, dus mijn conditie omhoog gooien, dan, dan moet het gaan als de eerste ronde. En, ik ga gewoon door en ja, hopen op winst in de toekomst natuurlijk.